de kop van de haven in Antwerpen staat het gedurfde en prachtige gebouw De Havenmeester. Binnen spraken we met een afgevaardigde van de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners. Hoe staat het met de veiligheid in de sector? Wel, ik denk dat voor de transportsector, en daar zijn wij toch hard mee bezig, veiligheid niet alleen een zeer actueel thema is, maar ook een permanent aandachtspunt. En dat passant daar echt van nut kan zijn voor de 9000 vervoerders die België telt. Diefstallen van ladingen en voertuigen in Nederland en België komen ongeveer 280 keer per jaar, ofwel 5 keer per week, voor. Inklimmers of transmigranten werden in Nederland en België 2000 keer opgemerkt in 2017. Een van de wapens in de strijd hiertegen is het slimme dekzeil. Voordelen van zo'n hoogtechnologische dekzeil is dat men veel minder last gaat krijgen van vandalisme, dat is één. Van ladingdiefstallen, want de dieven gaan gewoon niet in de vrachtwagen in kunnen. En dan de heel actuele problematiek van de illegale transmigranten die aan boord van de voertuigen proberen te kruipen in de hoop om Engeland te bereiken. Ik denk dat de drie belangrijkste voordelen zijn van de hoogtechnologische dekzeilen. Ook de slimme camera's zijn cruciaal in de strijd tegen criminaliteit. Wel, de veiligheid van een chauffeur is voor ons een zeer groot aandachtspunt. En hier ook kunnen de camera's ons echt helpen. Want zij maken het verschil tussen iemand die daar echt moet zijn binnen de haven en iemand waarvan kan vermoed worden dat het een indringer is of misschien een saboteur. En dat geeft een enorm veiligheidsgevoel, gewoon te weten, camera's kunnen het verschil maken, een enorm veiligheidsgevoel voor de chauffeur. De oplossingen van Passant bieden ook mooie vergezichten. Naast de economische voordelen zie ik ook functionele voordelen, bijvoorbeeld minder administratieve rompslomp. Maar men zou ook tot een systeem kunnen komen waarbij vervoerders die hoogtechnologische dekzeilen hebben, een fast lane krijgen aan de grens of in de havens en zo heel wat tijd winnen ten opzichte van hun concurrenten of collega's die dat niet hebben.